Vandaag zijn we in Oldenhagen. Daar is het namelijk groot feest, want de familie Corden is 60 jaar getrouwd. En meneer Corden, de ene zegt Dieks, de ander zegt Dick, maar in ieder geval, die is 90 jaar geworden. En daarom komt de burgemeester vandaag langs en wij van Vechtel Leeft willen daar natuurlijk ook bij zijn. Hoe kun je nou 90 worden, zo gezond en zo vitaal als iedereen zit? Vertel eens. Een klein beetje naar me toe komt iedere keer. Hè? Als er eens een keer wat is. Niet lang over praten. Eén verhaal. Gewoon doorgaan. Gewoon blij met ademhalen. Ja. Nou ja, we hebben hele moeilijke jaren gehad en ook wel hele mooie jaren. Ja. Alles wat u ervan is, heb je ongeveer wel met hem maakt. Ja. Verder hebben we niet zoveel narigheid gehad. Ja, hij met zijn teen, hij is 5 tenen kwijt. Maar vertel eens hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Dat was hier in Ommen met een koninginnenfeest, zoiets. Ja. Toen heeft hij mij naar huis gebracht en ik had een vriendin bij me. En die is dan door een andere jongen. En toen is het een beetje begonnen hoor, maar het heeft wel lang geduurd voordat het echt aan was hoor. Heeft hij... Oh, je was er nog niet aan toe? Ik was er nog niet aan toe, nee. En toen was ik 21 of zo, ja. En ik was 28. En hij 30, bijna, toen we gingen trouwen. Dus nee, zo lang verkeerd. Ik zeg, als ik met 30 jaar niet getrouwd ben, dan trouw ik niet meer. Dat zei jij, ja. Ja, nou, het is er nog net van gekomen. Gelukkig dat zij ja zei. Ja. Anders had je die 60 jaar niet gered. Maar sommigen houden het in worden nog geen 6 jaar vol. Ik vind het wel heel knap van jullie. Ja, nou ja, maar ja. Dat moet je gegeven worden. He? U hebt wel gewerkt op de boerderij of wat anders? Ik heb niet op de boerderij gewerkt, want mijn vader was aannemer. En mijn twee broers hebben daar wel aan meegewerkt. Natuurlijk, maar die waren allebei met 43 jaar al overleden. En toen moest mijn vader de zaak aan de kant doen. Dat is een grote ellende geweest, dat is zo. Ik ben in betrekking geweest. Dan hier en dan daar, op kasteel Rechter, en in Vilsteren op dat kasteel. En ook bij gewone mensen, in Zwolle en Raalte. Overal gewoon huishoudelijk werk doen. Ja. De gravin die heeft nog heel lang geleefd op Rechteren, volgens mij. Hè? Ja, maar dat was eigenlijk de Freule. Toen de Freule 5 jaar was, was ik daar. Nou was ze geloof ik 77 of 78, ja. Toen was ik daar. Maar mijn zus is er later geweest, mijn oudste zus. Die was daar kokin. Maar uw dochter uit Amsterdam is er wel? Ja, die was er niet, maar die is er nou dan, hè? Ja. En de oudste zoon, die is in Spanje dus. Maar die waren er ook wel natuurlijk. Die zijn donderdags gekomen en zondags moesten ze weer weg. Maar die komen we vaker. U heeft nog een belangrijke envelop gekregen, of niet? Van wie is die envelop? De koning en de koningin. Zo. Dochter Marijke leest de brief even voor. Dienst van het Koninklijk Huis. Zeer geachte heer en mevrouw, Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hebben vernomen dat u op 8 november aanstaande de dag hoopt te vieren waarop u 60 jaar geleden in het huwelijk trad. Zij willen u met deze bijzondere gebeurtenis graag van harte feliciteren en hebben mij verzocht u de beste wensen te zenden. Met gevoelens van de meeste hoogachting. Dat is dan namens de algemeen secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Ja. Geweldig zeg. Ja. Een mooie brief. Ja, dat is wel een mooie brief. En ik zie een boek liggen. Wat is dat voor boek? Geschreven. Het leven, levenslang. Van alles in. Wou je er nog iets over zeggen? Nou, het boek is geschreven door Wim van Lente. En die kent mijn vader al van heel vroeger. Ja. Die is journalist geworden. En door een andere gebeurtenis, een Canadese piloot, die met een Engels vliegtuig is neergestort dichtbij het ouderlijk huis. Daar zit ook een verhaal van wat ook in het boek staat. Maar hij is teruggekomen uit Canada hier naartoe. En daar was Wim van Lent als journalist aanwezig. En toen kwam er weer contact met mijn vader. En die vroeg van... die kende hem als verhalen vertellen van vroeger. Zijn jouw verhalen al op schrift gesteld? Nee, zei mijn vader. Nou, dan ga ik dat voor je doen. Dus hij was al gepensioneerd en hij is gedurende ongeveer 2 jaar bij mijn vader elke donderdagmiddag geweest en heeft zijn verhalen opgeschreven.
En uiteindelijk is het in boekvorm uitgebracht. Die ligt gewoon in de boekhandel hier in Ommen. Nu niet meer liggen, maar er zijn ongeveer 120 exemplaren. Ja, zo'n 150 verkocht. Maar je kan hem nog steeds via heijink.nl digitaal bestellen. Maar over het feest, hè? Ik hoorde dat er van allerlei mensen geweest waren, zangers. Kan u daar wat meer van vertellen? Ik heb tien jaar bij de Santicor de stuwzangers geweest. En toen kon ik geen trap meer lopen en dan moet je erbij staan, weet je wel. Je kunt niet zitten zingen en toen ben ik ermee opgehouden. Zij komen beide uit grote gezinnen. Een paar komt uit een gezin van 11 en ma uit een gezin van 12. En daar zijn nog best een aantal ooms en tantes van in leven. Allemaal boven de 80 ongeveer. Dus het is een sterk familie. Ja. Maar die waren er allemaal. En we hebben 72 neven en nichten van beide families. Ja, die konden we niet allemaal persoonlijk uitnodigen. Maar er waren er toch wel een heel aantal ook van aanwezig. Kijk, de burgemeester is ook aangekomen. Geef ik hem het woord. Goedemorgen. Microfoon bij. Ik stoor een beetje, denk ik. Mag ik even bijhouden? Zo, meneer Kwart, u heeft een dubbele felicitatie, begrijp ik. U bent 90 geworden. Ja. Van harte gefeliciteerd. En de feesten zijn al achter de rug en dit is het laatste. Ja, mooi. Want u was steeds veranderd, weet je wel. Ja, maar ik ben blij dat ik er nu ben. Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja. Maar het kan nu ook mooi, toch? Ja, zeker. Ja, heel fijn. Prima. Mooi. Ja. Zo, dubbel feest. Dubbel feest. Ja. Wij hadden dubbel feest, ja, we hebben blij aan de gang. Hè? Ja. We zijn al natuurlijk met de verjaardag begonnen. Ja. Met dat we 60 jaar getrokken. Wanneer was u precies 60 jaar getrokken? Nee, dat was de 8e, 8 november. 8 november, dus dat was vorige week. Vorige dinsdag, ja. Ja. Want hoe oud bent u, mevrouw Korner? Ik ben 88. 88? Ja. Ja. Maar dan ben je hier nog jong, hoor, want hier zijn ze van 99. Maar komt u oorspronkelijk uit Ommen allebei, of bent u hier naartoe verhuisd op enig moment? Zij komt eigenlijk uit de gemeente Dalsen. Dalsen? Ja, Hessen. Uit Hessen. Oh, ik kom uit Hessen. Varsen. Op de Aardenzorst. Nou, en de vecht, die heeft zo'n stille leven dwars gezeten. Wat, hoezo? Wat? Omdat ik aan de noordelijke kant van de weg woon en zij wonen aan de zuidkant. Ja, u moest de brug al erover. En dan zwinters, dan lag die vecht wel eens dicht. Ja. Maar er was een stromende rivier. Dus kon niet met schaatsen. En dan had je de wakken in zitten, dus dan kon je er niet overlopen. Nee. En dan moest je weer de stuw over en dan was een uur lopen. Een uur? Rond. En dan kwam je bij de kasteel in Vulst en kwam je uit. Ja. En toen hadden we een boek geschreven met... Je hebt dan een boek geschreven? Ja. Een bezig baasje bent u. Ja. U hoeft het klooster niet in, lees ik. U hoeft het klooster niet in, lees ik hier al. Nee. Nou, dat is gelukkig voor u. Ik heb er nog een poosje verkeerd gehad met een meisje. En daar was ik wel verliefd op. Ja. En, maar ja, je ging op een gegeven moment naar klooster. En, ja, dat houdt op, hè? Houdt op. Ja, andere liefde. Oh. Ja. En toen kwam ik aan de beurt. En toen kwam u aan de beurt. Nou, gelukkig maar, anders was ik hier vandaag niet geweest. Nee. Nou, had ik niks te doen gehad, dat was ook wat. Ja. En hoeveel kinderen heeft u? Vijf. Vier jongens en een meisje. En gelukkig ook nog één dochter. Ja. Ja. Gelukkig wel, ja. Ja, mooi. En die doet er van waar, hoor. Ja, die jongens ook van waar. Ze woont in Amsterdam, maar... Maar ja, over meer, over neer met de trein. De laatste tijd wel, ja. Ja, ja, dat doet, ja. Mooi. En de jongens wonen nog wat dichterbij, of ook allemaal wat ouder? Ja, nou, drie wonen hier. De oudste, die wonen in Spanje. In Spanje? Ja. Oh, dat is mooi voor u, op vakantie. Die heb, op de lagere school was die trek aan de schoolmeester in de gaten. Dat die jongetje zit meer in. Nou, ik ben naar VWO, voortgezet onderwijs gestuurd. Thomas Kempers. En later naar de universiteit Twente. Ja. En doorgestudeerd. En toen was hij daar klaar mee. En toen heb ik 20 jaar bij Philips gewerkt in Overveen. Okay. En toen heb ik in die tijd dat koffiezetapparaat ontwikkeld met een team, de Senseo. Ja. En dat was een wereldsucces. Ja. En toen kwamen ze van. Siemens. En die kon zo'n mannetje ook gebruiken natuurlijk. Ja. En dan kon hij meer verdienen.
Maar het werd standplaats Spanje. Ja. Ja, en dat was eerst niet zo, maar hij heeft het direct aangepakt. Hij zegt, nou, ik hou het wel 5 jaar vol en dan zien we wel weer. Maar ja, nu zit hij er inmiddels 10 jaar. 10 jaar alweer, ja. En nu is hij 58 en die wil je eigenlijk wel graag deze kant op. Ja. Maar ze willen hem daar graag houden. Ja. En als hij hier komt, dan gaat ze wonen in ieder geval, als hij nog weer werk krijgt. Voor zijn laag. Ja, je hoeft niet, want je hebt bij zo'n goede basis gespaard. Je kan het wel uitvieren. Ja, maar ben je bij hem geweest, vastval in Spanje? Nee hoor. Nog niet? Nee, echt niet? Ik durf niet te vliegen. Je durft niet te vliegen? Nee, ze durft niet te vliegen. Wat vertelt u me nou? Dat ding gaat gewoon omhoog en weer naar beneden. Ja, ze ziet ze wel eens vliegen, maar... Nee, dat komt niet aan. Echt niet? Nee. Maar dat is een hele goede hulp voor. Een beetje puzzelen, of breien. Nee, ja, weet ik wel, maar het idee dat je zomaar in de lucht zit, kon ik niet hebben. Ik wens jullie nog een fijne dag en geniet van elkaar zolang het nog kan.